Daar zijn we weer. Het boek dat ik van jullie heb uitgezocht heet Het geheim van de Malamander. Het is geschreven door Thomas Taylor en uitgegeven door uitgeverij Lano. Ik heb het zelf de afgelopen week met heel veel plezier gelezen en ik wil jullie graag het eerste hoofdstuk voorlezen. Het geheim van de Malamander. Het speelt zich af in Owee aan zee. En daar zien we dan hier even een plattegrondje van. Alleen al de naam, hè? Owee aan zee. Je bent vast wel eens in Owee aan zee geweest, zonder het zelf in de gaten te hebben. Op dat moment was het natuurlijk zomer. Er waren ijsjes en lichtstoelen en een meeuw die er met je frietje vandoor ging. Je hebt vast samen met je moeder in de getijdenpoeltjes rondgesnuffeld, terwijl je vader die grappige schelp vond. Weet je nog? En ik wed dat je, toen jullie in de auto stapten om weer naar huis te gaan, nog even hebt opgekeken naar de woorden Owee aan zee, die in grote, verlichte letters boven de pier verschenen. De O met een lachend gezichtje en zonnestraaltjes eromheen. Zo'n soort plaats is het. Zomers. Maar je zou hier eens moeten komen tijdens die winterstormen. Wanneer dat gezichtje en die zonnestralen van de pier afwaaien, zoals altijd in november. Wanneer zeemis als lange, spookachtige tentakels door de straten drijft en zoutwaterdruppeltjes tegen de ruiten van het Grand Hotel Nautilus spetteren. Dan komen er maar weinig mensen naar Owee aan zee. Zelfs de inwoners wagen zich niet op het strand als het donker wordt en de wind om de muilrotsen en om het wrak van het slagschip Leviathan giert. Het schip waarvan zelfs nu nog mensen zweren dat het er de glibberige Malamander hebben zien rondkruipen. Maar jij gelooft vast niet in die Malamander. Je denkt misschien dat een vismens nooit echt heeft kunnen bestaan. En dat is prima. Hou jij het maar bij de ijsjes en je lichtstoelen. Want dit verhaal is waarschijnlijk toch niets voor jou. Weet je wat? Doe jezelf een plezier en hou meteen op met lezen. Sla het boek dicht en sluit het op in een oude ijzeren kist. Wikkel daar een zware ketting omheen en gooi hem van de pier. Vergeet maar dat je ooit van Owee aan zee hebt gehoord. Ga terug naar je normale leven. Word volwassen, ga trouwen, sticht een gezin. En als je kinderen kunnen lopen, ga je ook een dagje met ze naar zee. Zomers natuurlijk. Je drentelt over het strand en vindt nu zelf een grappige schelp. Je bukt je om hem op te rapen. Alleen, hij zit ergens aan vast. Aan die oude ijzeren kist. Het slot is eraf gerukt en de ketting is verdwenen. Kan de zee dat doen? Je maakt de kist open en ziet dat hij leeg is. Alleen maar zeepokken en wier en nog iets. Iets wat lijkt op slijm. Je hoort iets achter je. Iets wat klinkt als voetstappen die dichterbij komen. Als slijmerige, glibberige voetstappen die dichterbij komen. Je kijkt om. Wat zie je? Echt? Oké, misschien is het verhaal dan toch wel iets voor jou. Ben je nu benieuwd hoe dit afloopt? Ga dan samen met Herbert Citroen, de hoofd van de gevonden voorwerpen van Hotel Nautilus, op avontuur.